Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt weer naar alweer de 26e week vlog. Het gaat echt super hard. Oh, voor je het weet ben ik alweer bijna 30 weken aan het vloggen. Dat is gewoon beseft even dat het gewoon bijna 7 maanden al is dat ik weekvlogs maak. Wow, dat gaat echt heel hard. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga vandaag naar Den Haag toe. En dan ga ik even rondlopen met mijn moeder, K en mijn zus. En voor de rest ga ik niks boeiends doen vandaag, alleen naar Den Haag even. En dat ga ik natuurlijk ook voor jullie filmen, want ja, dit is wat ik aan heb. Dit shirtje komt van de Zara, is een beetje donkerblauw. En mijn broek komt ook van Zara en mijn schoenen komen van de Adidas store. Super leuk! En ik heb bijna het boek van Anna Nushin uit. Super leuk! Ik ga me klaarmaken en dan ziet u zo weer. Ik heb lekker een lasagne en we zitten bij de Hema. En ik heb ook nog ijskoffie. En die laat ik jullie zo zien. En ook de ijskoffie is deliberate. Lekker met hazelnoot. Ik zie daar de Pharrell Williams schoenen. Knalblauw. Mm-hmm. Is dat omdat je ze zo fantastisch vond? Of omdat jij stiekem mee wilde doen met de hype? Allebei. Allebei. Want waarom heb je dan voor blauw gekozen? Nou, weet ik niet. Omdat ik heel vaak zwart draag. En ik dacht, nou... En waarom draag je dan zo vaak zwart? Omdat het lekker zit en het kleed af. Dat is wel een goede tip en het is inderdaad waar. Dus als je veel zwart draagt, dat kleed inderdaad af. Maar wie is jouw voorbeeld? Of waar haal je inspiratie vandaan? Ja, blogs. Mm-hmm. Ja, tijdschriften en tv. Nou, helemaal. I'll make it feel like a vacation, get into a notion. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't getting. Oké, ik film, het is nu een paar uur later. Het is nu ongeveer 12 uur en ik film met mijn iPhone. Want mijn camera ligt boven en anders moet ik die weer pakken, geen zin in. Maar wat ik op dit moment aan het doen ben, is mijn ouders licht te slapen, maar ik ben nog helemaal niet moe. En ik ben dus nu de vlogs van Anna aan het terugkijken, Anna Nushin. En ik vind dit wel heel cool, omdat ik, sinds ik weet dat ik naar Londen ga, dat ik alleen mijn video's van Londen zit te kijken. En nu is ze bij de Lush fabriek. Ik laat het jullie wel even zien, maar ze is bij de Lush fabriek. Oh my god, ik hou echt van Lush. Ik zweer het. En ik ga het nu laten zien. Goedemorgen, het is vandaag woensdag, een nieuwe dag van de week alweer. En we zitten bijna in het weekend. Dat is super chill. Dus lekker weer buiten, dat maakt me weer vrolijk. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga vandaag met mijn familie bowlen. En vanavond gaan we lekker met z'n allen steen grillen. Morgen ga ik met mijn vader in een hotel. Super awesome in Sassenheim, Leiden. Vrijdag ben ik ook de hele dag met mijn vader. Zaterdag ga ik naar Global met Kiaar. Super veel zin in. Zondag rustdagje. En in de avond dan zeg maar Giovanna. Dus daar heb ik super veel zin in. En maandag, als jullie het zien, als jullie deze vlog zien, is het 3 uur. En dat betekent dat het festival was begonnen. Van Summer Teen Event. Waar afgelopen week 3 video's online zijn van gekomen. Op maandag, woensdag en vrijdag. Super tof. Heb je die nog niet gezien? En wil je nog heel snel komen? Dan zal ik je aanraden om even snel nog een ticket te bestellen. Want TP Hawaii en Be Brave komen. Dus dat is super chill. En over TP Hawaii gesproken. Dit bord hier krijg ik onwijs vaak de vraag over. Hoe kom je aan dat bord? Die heb ik ooit een keer gekregen van Coolcat, omdat ik had gemaild van, goh, mag ik dat hebben? En toen kreeg ik, ja tuurlijk, je mag het hebben. Toen zijn ze zeg maar verloot en toen heb ik gewonnen. Dus dit ding. Waar ik ook heel erg blij mee ben, is dit. Ik ga binnenkort een winactie doen op mijn YouTube kanaal. Niet dat je dit kan winnen, maar ik ben nog steeds blij met het album van Be Brave. Met alle handtekeningen erop. Super leuk. Dus daar ga ik binnenkort weer even gebruik van maken om het even te luisteren. Dus ik ga even mijn bed even opmaken en dan zie ik jullie zo weer.
Oké, het is nu 7:15. Zijn we onderweg naar de bowlingbaan. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Deze hier. Hoop ik. En ja, ik zie je zo weer. Man, zijn deze schoenen die je aan moet doen. Yeah. Work, but you gotta go to work. Work. You don't gotta go to work. Work. Let my body do the work. Work. We can work some more. Work. Let my body do the work. Work. We can work some more. Weg naar huis. We hebben net gebold. Was superleuk. Ik ben laatste geworden. Ik ben laatste geworden met Bola. En we rijden nu hier. Dus, we gaan nu er vandoor. Goedemorgen, het is vandaag. Wat voor dag is het vandaag? In godsnaam, donderdag. Het is vandaag donderdag 11 augustus. Het is nu 10:30. Vader is al beneden, want we gaan vandaag weer naar een hotel in Dordrecht. Dus hetzelfde hotel als een paar vlogs terug. Ik moet het toch inpakken, dus dat ga ik nu even doen. En alle spullen bij elkaar pakken. En dan zie ik jullie zo weer. En het regent echt fucking hard buiten. Het is echt niet chill. Ik ga het regen. Onderweg in de auto. En we gaan nu op naar het GWK-kantoor. Om Engelse ponden te halen. Want ik ga volgende week, als jullie deze vlog zien, vrijdag naar Londen. Super tof. En daarvoor moet natuurlijk wel geld worden gehaald. Want in Engeland kan je niet betalen met de euro. Maar wel met een ponden. Dus dat is super chill. Dat ga ik nu even ophalen. En ik kom zo bij jullie terug als ik het heb in mijn handen. Oké, ik zit dus weer in de auto. We gaan nu naar Dordrecht. Maar ik heb dus net mijn geld gehaald. Allemaal leuke nieuwe briefjes. Voor mijn Londenreis volgende week. Ja, voor mij volgende week. Voor jullie vrijdag. En die vlog kunnen jullie zien van Londen, kunnen jullie zien op woensdag. Want ik maak er gewoon een aparte video over. Dus als jullie de weekvlog hebben gezien van volgende week. Dus niet deze weekvlog die je nu kijkt, want die komt maandag online. Maar de weekvlog die daarna online komt, dus een week later voor jullie volgende week. Volgende week woensdag, ik zal het ook ergens hier in de beschrijving zetten wanneer die vlog online komt. En ik zal het ook vermelden in de vlog die dan op maandag online komt. Heel ingewikkeld als ik het maar begrijp. Dus we gaan nu naar Dordrecht. En daar blijven we lekker 2 nachtjes. Of een nachtje. En dat wordt super awesome. Ik heb er super veel zin in. En ik zie jullie zo weer. Ik heb een biefstuk salami. Kijk, dit is mijn hand, hè. Kijk dit. Kijk hoe groot. Mijn vader heeft een spaghetti bolognese. En Quinty heeft een pizza met... Geen idee, ik zet het wel hieronder, want ik weet het echt niet meer. Maar dit gaan we lekker eten. Jam, jam. We zijn aangekomen bij het hotel. Yay! En voor de mensen die het nog weten, we hebben 2 weken geleden een aanrijding gehad met een auto. En de auto is nu helemaal weer... Gefixt, kijk. Hier, dit raampje is weer gefixt. En dit zit er weer in. En geen strepen meer. Helemaal top. En we gaan nu lekker naar binnen, want het regent echt kapot hard. En ik heb het koud en misschien horen jullie me niet eens meer door de wind. Dus let's go, we gaan naar binnen. Woe! We hebben weer een chocolademelk, like always. En een ander koekje. Dat is een spritz met chocolade. Dit is spritz genoeg. Ja, met chocolade. Dit gaan we lekker eten. Dus...
Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben hier met Naoompje, Chiara en hoe jij? Kelsey. En waar gaan we heen? We gaan vandaag naar... Kan je wel de volgende? Oh my god, we gaan vandaag naar Global, naar Dima. En Kai, als je dit ziet, hier is Naomi. Hoi! Oké, maar we gaan dus weer, doei. Okay, we zijn bij Global en ik ben met Sterre alweer! En Chiara nog steeds! En Sylvana hier. Like always. And like always. En Kelsey nog steeds, Naomi en Melk! En een periscope. En I love your t-shirt. Chiara is net bijna getiefd van op de oxboard van Melk. Oké, ik ben dus ook herenigd met Shema en daar hi Kia, is wij. Hi! SO, nou Abigail op Schiphol, die reageerde op een meisje. Een meisje had gereageerd van, Alexis op Schiphol. Maar ik heb hem niet kunnen zien, toen had iemand van Schiphol gereageerd. Misschien zie je hem uit het raam op de linkerbaan. Gas, sinking economy. Hey! Lag eens! Ja! Hoi! Hi! En hey! Trouwens, voor de mensen die nog niet weten, Sylvana, blijf vanavond bij mij slapen. En zo gaat Jamie mee. Wat zei je daar? Alleen jij gaat naar... Waarom ben ik zo lief? Hallo! Chiara, wat was dat voor? Ik heb gewoon eerst de jurk aan. Jurkje on fleek, on jurkje on fleek. En Shema is op de hoeveelbord van Melk. En aan het periscopen. En ondertussen zijn we aan het periscopen. Wie wil dit? Iemand praat. Zo ga ik hem. Dit was ooit een beetje. Oké, hi. Hey Kiara. Hi. Leuke outfit. Leuke outfit. Alleen op haar witte broek zit een vlek. Alleen, hey, Jamie en Naomi, hè. Oké. Hi. Wie zegt dat? Bijna oom. No. Bye. Inmiddels zijn we alweer een half uur verder, of de halve dag verder. En we zijn nog steeds niet, we hebben nog steeds Be Brave niet gezien. Ah! En zij wordt inmiddels gek. We zijn onder, ik zie mijn hoofd niet. Ik ben kapot. We zijn onderweg met z'n dan, we hebben ze ondertooien. En we zijn nog steeds met Melle, Chiara, dit hier, Kelsey en Chiara. Weet je wat het is? En we zijn nog steeds onderweg. Ik ben om 6:30 vertrokken en ik heb nog geen foto verder. Ben je weg? Ik om 6:30 ging ik maar weg. Shut up, ik stond om 8:00 op en toen dacht ik van ik wil niet opstaan. Ik ging slapen om iets van kwart. Weet je wat het probleem is? Ik moet het in levens kijken, maar ik kijk naar mezelf. Ja, ik ook heel de tijd dat even. Ik ben een scherp, ja. Maar ja, dus we gaan nu op zoek naar Zaandam. We gaan nu naar Zaandam en dan gaan we daar naar de UvA Dance Academy. Want daar zijn ze hopelijk nog. En beter schiet deze trein op mijn draaien, want ik wil daarheen nu. Dus we zien jullie. Zo weer. Eigenlijk jammer dat we geen marshmallows hebben, dan konden we gewoon... We hebben hier hebben we een vuurtje. Ik weet niet de nieuwe... Hout erin gooien, kijk het branden. Kijk het branden. Er zit een spijker in, is dat erg? Nee, eigenlijk. Hoe moet je een vuurtje aansteken les met Sylvana? Heel interessant. En dit was ons geïmproviseerde softbox. Kijk met wie ik ben. Chimira. En ze ziet er weer awesome smalsome uit. Yay! En nog steeds met Sil hier. En ik zie jullie zo weer. We gaan het periscopen. Oké, wacht. Nou, we hebben de telefoon erbij. Dus. Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt nog steeds naar de weekvlog. Het is vandaag zondag, laatste week, of de laatste dag van de week. Ik eet een broodje met boterhammenworst. En ik heb een Nescafé, iets met karamel. En ondertussen zijn we hier de derde aflevering aan het kijken van de ochtendmix Summer Break. En Sylvana is er ook nog. Yay. Sylvana staat daar in de keuken. Woehoe. En we gaan dit lekker kijken. Dus let's go to a brand new day. Ik heb zin in een molfin. Sylvana is nog steeds bij mij. Yay, en ik drink dit. Koffie. I want, I need coffee in my life. Dit is echt een super leuke shirtwinkel. Ik mis alleen iets. Toen we dus in Miami waren. Nee. Oreo koekjes.
I'm moving. Goodbye. Oh, muziek uit. Wacht, dan zet ik muziekje aan. Dan ga ik het verstaan. Dat is heel. Nee, dat je dit eerst gaan zetten. Bel haar allemaal en. Nummer staat in de beschrijving. Nee. Ik moet een andere telefoonnummer hebben. 06. 1, 5. Oh, dat ga ik nog zeggen ook. 1, 5. I am a dancer. Oké, zet muziek op. Bye. Oké, Sylvana is alweer een tijdje weg, maar ik ben op een andere locatie. Ik ben hier met mijn familie. En we hebben net geprobeerd om een video op te nemen. De emoji challenge, maar die liep een beetje in het soep. En we gaan nu een andere video opnemen, maar we willen nu Pokémon gaan vangen. En ik weet hoe saai jullie Pokémon Go vinden. Maar ik vind het leuk. Ja, mijn neef vindt het hartstikke leuk. Dus we gaan lekker de straat in, even lekker naar buiten. Om de Pokémon Go Challenge te doen. En misschien gaan we daarna nog even lekker weer draaien op het... Nee, niet dat ding. Oh nee. Ja! Oké, we gaan nu naar buiten, de Pokémon Go app downloaden. En dan zie ik jullie. Kom eens. Ik heb hem al, ik heb er al 30. Hey, mijn neefje heeft er al 30. Mijn neefje heeft er al 30 en mijn neefje is nu hier een selfie aan het maken. En ja, we gaan op stap. En we gaan lekker de Pokémon Go challenge doen. En dan gaan we proberen te filmen voor jullie. Thuis en ik heb wat dingen gekregen bij mijn tante. Als eerste dit Bethany Moda Journal en dat is zeg maar gewoon voor, oh, voor school. Nou, hoe gaat dit dan? Oké, zo. Dit hele mooie kaffe zat er omheen met dit op de achterkant. Ik vind het printje zo ontzettend mooi. Op de achterkant staat Bethany Moda en het is gewoon dit, gewoon lijntjes. Dus deze ga ik gebruiken voor school. Dan heb ik ook nog dit hele mooie ook notitieblok gekregen. Met hier ook Bethany Moda. En dan heb ik deze kop gehad. Er staat Spanje op. En daar staan allemaal van die salamanders. En er zit weer een lekker koffietje in. En ik ben hier aan het werk. Maar mijn computer moet dus nu opnieuw opstarten. En bij deze sluit ik alweer deze weekvlog af. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. En tot de volgende keer.